Ik ben Karel, ik ben een van de oprichters van Campus Solar en ben projectverantwoordelijke voor Feest in het Park en Kriekrak bij Brugge Plus. Ik hou ervan evenementen te organiseren en mensen te enthousiasmeren voor onze fantastische evenementen hier in de streek. Campo is ontstaan uit een verjaardagsfeestje van drie van onze organisatoren die eigenlijk het leuke idee hadden dus om dat bij de start van de zomer te doen. En toen hebben we dat zowel gedaan op de boerderij van een bij van ons en dan ook in een bos de tweede keer. En dat feestje heette de Dirty Beaver Party, omdat dat in de Beaverhout Veldstraat was. Dus dat had niets te doen met beavers, gewoon de naam van de straat eigenlijk. Maar het noemde dus de Dirty Beaver Party. En dat verjaardagsfeestje was eigenlijk zo leuk dat eigenlijk al de vrienden daar ook zeiden van ja, het zou eigenlijk leuk zijn, mochten er ook vrienden van ons kunnen meekomen. En ja, dat we dat eigenlijk ook nog wat ja, leuker en nog groter kunnen doen, zodat er nog meer sfeer is. En toen zijn we eigenlijk gaan zoeken naar een leuk veld of een leuke locatie om dat te gaan kunnen organiseren. En toen zijn we hier beland, tussen de maïs. Het veld in de zon bracht dan ook een Zuiderse naam met zich mee en dat is dan Campus Solar geworden. Dus Campus Solar is dan gegroeid vanuit de maïs hier op deze leuke plaats. En dan plots stond er, ja, hadden wij gedacht dat we eerst misschien 500 mensen konden krijgen of 1000 op een weekend. Maar de eerste dag stond hier al 2000 mensen. En dan de volgende dag stond er nog een keer 2500 mensen meer. En dan hadden we eigenlijk ja, een ongelooflijke blitstart dat we eigenlijk niet verwacht hadden. Ja, ik denk dat ook een van de meest memorabele momenten in onze campusgeschiedenis toch wel de start van ons amfitheater was ook. Dat we op pak ongeveer een maand eigenlijk van ja, niets, van corona tot een gebouw. Een landmark hier voor concerten te kunnen geven en dat Philip Collier hier ook staat voor het eerste optreden in een enorme sfeer dat hij dan ook zegt en zingt Maman, ik heb je in de heren, dat is wel echt ook een memorabel kippenvel moment dat we toch trots kunnen op terugkijken omdat dat dan ja, echt 2 weken volop opbouwen is, terwijl we normaal gezien daar echt nog veel meer tijd voor nodig hebben, maar eigenlijk op een maand tijd van niets naar zo'n amfitheater was een van de meest memorabele momenten. Campus Solar is het gezelligste festival tussen de maïs, de zonnebloemen, de tarwe en een heel gezellige sfeer met diverse soorten muziek, rock, pop, techno, electro, house, dat je hier kan beleven in een prachtige omgeving en met een hele toffe mix van mensen en emoties.